Ik heb hiervoor veel dingen gedaan, waaronder als distributiechauffeur gewerkt, metaaltechniek en brandveiligheidswacht in de chemische sector. Ik ben een tijd werkloos geweest en mijn vriendin zei me, ga eens horen bij VDAB. Misschien kunnen ze jullie wel helpen. Ja, ik was mijn laatste werk was stopgezet en werkzoekend. En dan heeft de VDAB mijn opleiding gebracht van, ja, is geen tijd. Misschien bij de VDAB een opleiding te doen. Ik heb er tot nu nog geen spijt van. VDAB was, al gezegd, een hele goede opleiding. Alles werd goed uitgelegd en werd goed nagezien. En het was eigenlijk een goede opleiding om hier te beginnen, zou ik zo maar zeggen, als mechanicus. Ja, materiaalkennis van tot zagen, boren, vuilen, wat je moest doen en zo. Terug een beetje lassen, terug een beetje schroeven. Wat motoren uiteenhalen, motoren uiteensteken. Ja, een beetje hetzelfde zoals wat ik hier doe. Heel toffe leraren, die eigenlijk, ja, aan beginnende mensen eigenlijk mechanica redelijk simpel konden uitleggen. Dus eigenlijk voor een gewone mens die eigenlijk nooit mechanica gestudeerd heeft, ja, die begrijpt dat ook na een x aantal weken, is hij echt wel weg met van alles. Nee, dat is eigenlijk echt heel goed meegevallen. Mijn vorig werk was in een machine staan, ook drie ploegen. Deze is helemaal anders, meer bezigheid, meer afwisseling. De afwisseling hier is enorm. Eén keer ben je bezig een motor uit elkaar te halen, de andere keer ben je bezig om de wielen te meten, noem maar op. Dus de afwisseling is hier qua techniek ideaal, zou ik zo maar zeggen. Je wordt hier eigenlijk hopelijk ontvangen. Heb je problemen of vragen, of je kan altijd stellen aan je collega's. Ze staan er altijd om je te helpen, dus nee, de sfeer zit hier eigenlijk heel goed. Collega's zijn super hier zo. Heel hulpzaam en heel interessant om mee te werken, want ze hebben heel veel ervaring natuurlijk. Je vraagt iets aan hen en ze zullen je altijd uitleggen en vertellen wat je moet doen of wat dan ook. Topcollega's, zou ik zo maar zeggen. Ik heb hier echt wel mijn droomjob gevonden. Je komt hier je stage doen, is dat goed? Nog een examen of twee? En is dat goed? Ja, dan begin je gewoon. Ik vind het wel leuk om telkens nieuwe dingen te leren en nieuwe ontwikkelingen door te maken. En dat is hier ideaal. Materiaal willen uiteen al, motorblokken uiteen willen vijzen en zo, is heel leuk. Ja. Ik kan niet meer aanbieden om het te proberen. Ik kan nog wel x aantal jaren bij het spoor komen werken.